Hey mensen! We hebben al eens vaker dit soort video's gemaakt. We hebben namelijk de video 10 sporten die de Olympische Spelen net niet hebben gered. En 10 games die het net niet hebben gered. Maar vandaag gaan we kijken naar 10 televisieprogramma's die het net niet hebben gered. Oh, en vergeet natuurlijk niet op die abonneerknop te klikken en ram op dat belletje. Lekker doen. Hallo allemaal. Rick heeft voor het eerst in zijn leven wollen kleding aan. Marit heeft een bijbaantje als luizenmoeder op school. En ik ben vannacht honderden keren gestoken door een mug. Dit en meer in het NOS Jeukjournaal. Leuk dat je kijkt. We gaan beginnen met... Sorry, wacht even. Stop even. Dit gaat vandaag niet lukken, jongens. Is het weer tijd voor de proeven? Nou, dan ga ik weer even proeven. Ja, we moesten dus over een hangbrug lopen met een kist vol stenen. Super zwaar. En die hangbrug stond ook nog eens in de fik. En wat denk je wat Rob aan het doen was? Helemaal niks. Hij zat dus gewoon nog in de zon. Ja, ik hoorde iedereen wel roepen. Maar ik ga ze echt niet helpen. Weet je wel niet hoe warm het is? En daarnaast, die brug die stond ook nog eens in de fik. Ik ben toch niet gek, man? Ik ga gewoon lekker chillen in de zon. Rob in zon. Hoor ik, jij hebt jezelf opgegeven voor het programma Boer zoekt Ouw. Ja, dat klopt, ja. Omdat je nog nooit pijn hebt ervaren. Inderdaad. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Heb je jezelf nooit met een hamer op de duim geslagen of zo? Nee. Nooit gestruikeld over een klomp? Nee, niet echt. Nee. Oh, oké. Maar je wil dus heel graag ervaren hoe het is om pijn te hebben? Ja, nou, dat kun je wel zeggen, ja. Iedereen heeft het er altijd over. Ik heb het gewoon nog nooit meegemaakt. Oh, oké, nou ja, goed. We hebben een oproepje voor je gedaan. En heb je enig idee hoeveel brieven er voor jou zijn binnengekomen? Geen idee. Eén brief. Eén brief. Eén brief. Eén brief. Kijk eens aan. Oh, wat is dit? Ja, hoe voelt dat nou? Dit voelt helemaal niet zo fijn. Goed, dat was Boer zoekt Ouw voor deze week. Hopelijk kijken jullie volgende week weer. Tot ziens. Goed jongens, kunnen we nu nog even dat extra stukje voor mij gaan draaien? Voor extra opdracht in de Porpalmers. Deze keer in Sinterklaas kan alles. Probeert hij cola te drinken zonder te morsen over zijn baard. Nee! Gaat hij een spijkertje slaan zonder zichzelf te bezeren? Gaat hij met zijn aparte kledingstijl deo proberen op te spuiten? Ja, kom ik hier nog niet. Zet hij ook nog een touw? Gaat hij naar de wc? Wie heeft het pak ontworpen? En probeert hij een keer zelf een cadeautje in te pakken? Oh, hoe doen die pieten dat normaal? Ja, wat? Ja, sorry. Het ziet er toch uit? Wat? Hoe doen die mensen dat normaal? Daar zal Jantje blij mee zijn. In deze aflevering van Badslippers. Ik ga vandaag zo ver mogelijk proberen te komen door te liften. Spannend. Rick, schiet nou eens op, man. Kom, we moeten meters maken. Dingen lopen voor geen meter en het ziet er ook nog eens niet uit. Kom op, jij hebt je aangemeld voor dit programma. Ja, heel veel aan het doen. Hey, dit is onze lift. Ja, wij zijn hier aan liften. Ja, wegwezen. Badslippers, het moeilijkste reisprogramma van Nederland. Gesponsord door tandenpasta. Want snoep is super slecht voor je!
Wie is de drol? 2019. De kandidaten staan klaar voor het avontuur van hun leven. 120 meter van huis. Hier, op het speelveldje in Venray. Weg uit hun vertrouwde omgeving. Tijdens hun reis door het gras proberen ze met opdrachten zoveel mogelijk geld binnen te halen. Ze stuiten op lastige dilemma's, maar vooral op tegenwerking van de drol. Die constant smerige lucht verspreidt. De uiteindelijke winst gaat naar die ene kandidaat die het antwoord weet op die ene vraag. Namelijk, wie is de drol? Wacht eens even. Ik ruik iets. Ik heb hem. Ik heb de drol. Win ik nu superveel geld? Nee. Welkom bij De Domste Mens. De quiz waarin vier kandidaten strijden om de titel De Domste Mens. Vier. We zijn met drie kandidaten. Ach, dat is jammer. Dat klopt. Er zijn inderdaad maar drie kandidaten. Maar dat betekent ook dat je meteen 10 strafpunten hebt verdiend. Jij zei 10. Dit zijn 20 punten. Dat is jammer. Want dat klopt inderdaad. Helaas ben jij niet dom genoeg en moet ik jou meteen naar huis sturen. Wat? Ja, het gaat wel. Goed, dan gaan we de finale spelen. Rick, voor jou de eerste vraag. Hoeveel is 2 plus 2? 2 plus 2, ja, dat is heel makkelijk. Dat is 5. Hij zegt 5. Dat is echt niet goed hoor. Dylan, dan gaat de vraag door naar jou. Wat is het goede antwoord? Ja, dat is echt heel simpel. Dat is natuurlijk 3. Heel goed heren, jullie hebben het allebei fout. Want het is natuurlijk 6. 6? Wacht even, 6 is niet het goede antwoord hoor. Wat? Kom op, het is 4. Dat weet iedereen. Ik zei opzettelijk 3 omdat ik deze quiz wil winnen. Oh, dus jij doet alsof je dom bent, Dylan. Ja, natuurlijk. Ik wil toch winnen? Maar dat is echt super slim. Ja, toch? Helaas, dan ben je nu af. Ga maar naar huis. Wat? Oh, man! Rick, jij bent de domste mens. Gefeliciteerd. Yes! Oh. Jongens, wie heeft hier nu weer een windje gelaten? Spam! Gast, dat zijn wij! Yeah! Ik zeg, wil je boetseerklei? Zegt hij nee! Ik zeg, wil je magere klei? Zegt hij nee. Ik zeg, wil je plastische klei? Zegt hij nee. Ik ga door, zegt hij. Nou ja, het is bijna 11:30, dus wij gaan kleien, 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 kleien. Nou, kom op. Kijk, pap. Dit heb ik gemaakt. Och, meid, wat goed! We hebben bijna alle levende organismen voorbij zien komen. Bejaarden hebben gezongen, kinderen hebben gezongen en zelfs de normale mens heeft gezongen. Maar vandaag hebben we iets nieuws. Welkom bij de Voice Plants. This is the Voice Plants. We gaan op zoek naar de meest talentvolle plant van Nederland. Dit zijn de Blind Auditions. We hebben hele geoefende planten, maar er zitten ook een aantal groentjes tussen. Mag ik een groot applaus voor de jury van vanavond. Marit Brugman heeft jarenlang ervaring met planten, want ze geeft ze wel eens water. En daarnaast zit Rick Vermeulen. Ook enorm veel ervaring met planten, want hij heeft wel eens een plantje gerookt. En dan gaan we nu
beginnen met... This is the voice, the voice plant. Geef een groot applaus voor de eerste plant van vanavond. Sorry, budget kwestie. Doet hij dat goed? Ja, hij wel. Zo, wat ben ik blij dat die nooit op tv zijn gekomen. Niet dat ik ooit nog tv kijk, maar het is toch wel fijn. Wat heeft hij daar? Wat heeft hij daar? Ja, nieuwe merch, dames en heren. Ik heb een heerlijk joggingpakje, trainingspakje. Hoe noem je dit? Chillpak. Een chillpak! Met DH erop, dat is van Dylan Hages. En ook nog zo'n prachtig broekje erbij. Het zit fantastisch. Wil jij dat nou winnen? Laat in de reactie weten wat nog meer een mislukt televisieprogramma zou zijn. En like deze video. En misschien sturen we dan binnenkort de chillpakje wel naar jou op. Super chill. De winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... Hè? Waar is die nou? Ah, daar is die! Op de microfoon! Gefeliciteerd! Klik natuurlijk gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. En klik op dat belletje, want dan krijg je een notificatie als wij een nieuwe video hebben gemaakt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Later!